Meestal wordt de mondhoeken en de marionetlijnen met elkaar verward en door elkaar gehaald. Wat ik met de mondhoeken bedoel is eigenlijk het eerste gedeelte van de mondhoek. Ja, de mondhoeken kunnen goed behandeld worden, maar het vergt soms wel echt wel wat meer inzet. Soms heeft het te maken met dat de lippen wat te smal zijn geworden. Soms heeft het te maken met dat er volumeverlies in het gezicht komt. En soms heeft het ook te maken met bijvoorbeeld dat mensen een bepaalde gezichtsuitdrukking voor meerdere jaren zich hebben aangewend. En die drie dingen, ja, je moet daar een echte analyse van maken om die mondhoeken op te lossen. Je hebt meestal één behandeling nodig om de mondhoeken te behandelen en een goed effect te bereiken. Het kan soms zijn dus dat je een tweede behandeling nog nodig hebt. Ja, de meeste mensen zijn heel tevreden met wat je kan bereiken. Je kunt over het algemeen kun je die mondhoeken heel sterk verminderen.